Goedemorgen, Light. Heb je een beetje kunnen slapen? Nee, niet echt. Wat is er dan? Ik ben blij dat Vlinder bij Mikey is. Dan is hij niet zo alleen, maar ik maak me zorgen om hen. Snap ik, Light. We gaan hun redden. Komt allemaal goed. Goedemorgen, Levenslust en Light. Goedemorgen, Brave. Goedemorgen. Gaat alles wel goed met jullie? We maken ons zorgen om Vlinder. En wat is er met haar? Logan had van plek gewisseld met Justin. Wacht, Logan was bij Vlinder? Ja, alleen ze werd grijs en ze voelde zich moe. Ik denk dat het komt omdat ze haar krachten opgegeven heeft. Dat denken wij ook, maar ik ben bang dat het nog meer gevolgen heeft. Ik ben er ook bang voor. Van wel. Logan voelt zich ook erg schuldig dat hij niet gekeken heeft waar Vlinder was. Ik ga er wel in. Dankjewel, Brave. Wij gaan informatie inwinnen over Vlinder haar krachten. Oké, is goed. Hoe hebben ze die tiara kunnen wisselen? Het moet Toby en Brave al geweest zijn. Justin, wat ben je allemaal aan het doen? Ik ben gewoon aan het nadenken wie die informatie aan hun heeft gegeven. Ik zou het echt niet weten. Wat is er? Weet je dat heel zeker, Patrick? Begin jij nu ook al aan mij te twijfelen? Ik weet niet meer wat ik moet denken. Hoe gaan jullie nu de krachten van Vlinder pakken dan? Ik bedoel, de tiara werkt dus blijkbaar niet. Geen idee. Mikey is nog steeds niet geweest. Waarom is ze helemaal grijs? Weet ik niet. Gaat alles wel goed met haar? Weet ik niet. Ze is ook zo stil. Normaal heeft ze wel een grote mond. Ze zit ook te zwak bij Justin. Goed punt. Ik ga nog even wat lezen over de krachten van Vlinder. Want als ik die heb, moet ik natuurlijk wel weten wat ik er allemaal mee kan doen. Je leest de laatste tijd wat veel, hè, Justin, maar is goed. Lieverd, wat heb je gedaan? Hallo Patrick. Wie ben jij? Wie ik ben hoef je niet te weten, Patrick. Het enige wat je moet weten is dat ik aan jullie kant sta. En wat kom je hier doen dan? Vlinder heeft haar besluit genomen, zie ik. Wat? Jij hebt haar die besluit gegeven? Dat klopt. Waarom heb je dat gedaan? Ze doet alleen maar goed voor de mensen om haar heen. Dat klopt, Patrick. Dat weten wij. Maar wij moesten haar deze keuze geven om te kijken wat ze ging doen. Dus wacht. Dit was allemaal een test? Klopt, Patrick. Hoe kun je dit haar laten doen? We wouden het niet. Maar we hadden geen andere keuze. Maar nog belangrijker, waarom is ze grijs? Dat komt omdat ze haar krachten heeft afgestaan. En wat gebeurt er nu met haar? Haar krachten zijn niet zomaar krachten. Ze heeft deze krachten gekregen om een reden. Ja, ik weet wat haar moeder ook heeft gehad. Klopt. Gaat over van generatie naar generatie. En Vlinder is de laatste. Maar zij is de krachtigste van allemaal. Heeft ze dan wel de juiste beslissing gemaakt? Ze deed het vanuit haar hart. Ze beschermt jullie koste wat het kost. En staat er nog consequenties aan vast dan? Ja, helaas wel. Hoe langer zij zit zonder haar krachten... Alles wat
ze heeft gedaan met haar krachten zal verdwijnen. Nee. En haar krachten brengen alles in balans. En hield de deur open naar de droomwereld. Wat bedoel je? Niemand kan er meer in of uit de droomwereld. Dan moet ze ze terugkrijgen. Alleen, dan is de risico dan dat Justin of Mikey haar krachten pakt. Ja, maar als we het niet doen, dan is het balans in heel Mytopia weg. En alles wat zij gedaan heeft met haar krachten dus ook. Klopt, Patrick. Wacht, dus ze moet opnieuw een keuze maken? Of jij kan deze keuze voor haar maken. Ik? Ja. Kijk, ik heb hier een steen. Deze steen geeft jou de kans om één keer naar de droomwereld te gaan. En jij mag iets meenemen. Wat als hij het niet wil hebben? Dan kan je alsnog de keuze maken om het gewoon te doen of naar haar te luisteren. Ik weet het niet. Ik vind dit best gevaarlijk. Snap ik. Maar de keuze is aan jou. Hier heb je de diamant. Ik weet dat je de goede keuze gaat maken, Patrick. Oh, het kan ook nooit zonder problemen gaan. Wat is er aan de hand? Ik kom de droomwereld niet meer in. Dat is inderdaad een probleem. Hoezo kom je er niet in? Geen idee, maar het lukt me niet om naar de droomwereld te gaan. Zou het iets te maken kunnen hebben dat Flynn haar krachten heeft weggedaan? Hoe bedoel je? Nou, denk eens goed na. Flynn heeft die droomwereld gemaakt toen ze haar krachten nog had. Misschien omdat ze nu haar kracht niet meer heeft, is de deur naar de droomwereld ook gesloten. Oh nee, dan zitten Logan en Toby daar vast. Oh nee, en nu? Ik heb echt geen idee. We moeten een manier om die deur te openen, toch? Ja, dat snap ik. Maar hoe willen we dat doen? Ik heb echt geen idee, maar we moeten iets doen. Flinder, we gaan je redden. Hou nog even vol. Logan, help me alsjeblieft. Het komt goed, Flinder. Ik ben bang. Ik weet het, Flinder. Ik weet het. Maar hou alsjeblieft vol. Logan, spijt me. Flinder, nee, kom op. Flinder! Logan, wakker worden. Je hebt een nachtmerrie. Waar is Flinder? Rustig, Logan. We moeten haar echt gaan redden. Komt goed, Logan. We gaan haar redden. Maar we hebben een klein probleempje. En dat is? Ik zit vast. Hoezo zit je vast? Ik kan niet meer terug. Je bedoelt terug naar de normale wereld? Ja, dat bedoel ik. Wat is er aan de hand? Ik heb echt geen idee. Wacht even. Als wij er niet uit kunnen, dan kunnen Brave en Levensus er ook niet in. Nee, ik denk het dan ook niet. We moeten uitzoeken wat er aan de hand is. Denk je dat het te maken zou kunnen hebben met Flynn haar krachten? Dat is wel een goeie. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Zij heeft deze wereld wel gemaakt. Misschien omdat zij krachten niet meer heeft, dat er nu niemand eruit kan en ook niemand erin kan. We moeten dit oplossen. Wil je dat gaan doen, Logan? Weet ik nog niet. Maar we moeten iets verzinnen. Winder, word alsjeblieft wakker. Patrick, wat doe jij hier? Het is hartstikke gevaarlijk. Vrienden, luister. Ik weet wie jou de keuze heeft gegeven. Hoe weet jij dat? Ze was hier weer. Het was een engel, of niet? Ze was hier?
ja, ze weet dat je je krachten hebt opgegeven. Maar nu zijn er wat problemen. Hoe bedoel je problemen? Doordat jij de droomwereld hebt gemaakt en nu je krachten niet meer hebt, is de droomwereld gesloten. Wat? Niemand kan er meer in of uit. Wacht. Is daar iemand nog? Geen idee. Straks zit Logan of iemand anders er vast. Vlinder, er is nog meer. En dat is? Je krachten zorgen er ook voor dat er balans is in Metopia. Zonder jou, krachten, is die balans weg. Balans? Ja, en je verliest je kleur. Vlinder, je moet je krachten terugnemen. Nee, komt niks van in. Ja, maar Vlinder, als je dat niet doet, dan is de balans weg. Patrick, als ik mijn krachten wel terugneem, dan heeft Mikey of Justin de kans om mijn krachten te pakken. Die risico wil ik niet nemen. Alsjeblieft, Vlinder. Nee, komt niks van in. Mijn krachten blijven gewoon in de droomwereld. En ze blijven in die diamant totdat het veilig is. Ik ben het er niet mee eens. Weet ik, Patrick. En ik snap het. Maar dit is mijn keus. Oké, vrienden, ik zal het accepteren. Dankjewel, Patrick. Dit is heel interessant. En wat ben jij aan het doen? Niks bijzonders. Ik zat wat dingen te lezen over Vlindaar krachten. Ja, heel veel dingen. Justin, wat ga je doen als je Vlindaar krachten hebt? Dan zal ik mijn Topia eens laten zien wie hier de baas is. En je plan verder? Geen idee. Ik heb zo'n dronkenbruin vermoeden dat je dat wel gaat verzinnen. Ja, waarschijnlijk wel. Komt wel goed. Ik ga even naar boven toe. Prima. Je gaat zeker weer even een lichtje scheppen, hè? Precies, hoe weet je dat? Prima. Maar kom snel terug, want ik weet nog niet hoe lang het duurt met Mikey. Prima. Snel terug zijn, hè? Dat luchtje scheppen, dat heeft nog wel even tijd nodig. Het spijt me, vrienden. Ik weet dat je dit niet wilt, maar ik moet het toch doen. We hebben nog niks gevonden. Nog niks. Ik misschien wel. Wat heb je gevonden dan? Een boek over legendes. Niet. We zijn op zoek naar informatie over Vlinder en haar krachten. Dat weet ik, maar kijk hier. De legende. De legende is als volgt. Er is één persoon in deze wereld die krachten bezit van een vlinder. Deze persoon heeft haar krachten nodig om de wereld in balans te houden. In balans te houden. Waar heeft dat boek het nou weer over? Wacht. Nou, even, er staat nog meer in. Mocht het zijn dat deze persoon haar krachten verliest, dan verliest deze wereld ook het balans. Dat betekent dus dat Vlinder haar krachten niet weg had mogen doen. Justin en Mikey? Er is maar één manier om deze personen te verslaan. En dat is met een spreuk. Wacht even, dit is al heel veel informatie in één keer. Vlinder heeft een keuze gekregen om te kijken wat ze ging doen. Er is haar nooit verteld wat de consequenties ervan zullen zijn. Dus ze heeft gekozen wat voor haar goed voelt.
op het moment? Klopt, maar ze wist dus niet dat dit zou gebeuren. Had er echt een spreuk in? Ja, er staat een spreuk in. Dan moeten we naar Vlinder brengen en het haar vertellen. Hoe willen we dat gaan doen? Ik bedoel, we weten niet eens waar ze is. Dat is waar. Maar we kunnen uitvogelen waar ze is. Zodat we alsnog kunnen geven. Laten we gaan. Heb je al wat kunnen vinden, Toby? Nee, niks. Patrick? Hoe kom jij hier? Dat is een lang verhaal. Nou, we hebben tijd zat. Leg maar uit. Er was een engel naar mij toegekomen. Dezelfde engel die Vlinder voor de keuze heeft gesteld. Dus dat was wat ze niet mocht vertellen. Klopt, maar we zitten met nog een probleem. En dat is? Doordat Vlinder haar krachten heeft opgegeven, is de balans weg. De balans weg? Ja, en jullie zitten hier vast. Ja, zo ver waren we al inderdaad. Dus Reef kan er niet in? Nee. Heb je dit al aan Vlinder verteld? Tuurlijk. Ik heb haar ook gezegd dat het handiger is om haar krachten terug te nemen. Ja, ze kan haar krachten ook niet terugnemen, hè? Want het zit in de diamant. Ik moet die diamant meenemen en aan Vlinder geven. Ze moet haar krachten terug hebben. En wat vindt Vlinder hiervan? Ja, die wil het natuurlijk niet hebben. Dan gaat het ook niet gebeuren. Ja, maar Logan. Zij wil het niet hebben en dat is waarschijnlijk ook met een goede reden, oké? Logan, geef me alsjeblieft die diamant. Nee. Sorry, Patrick. Gaat niet gebeuren. Logan, luister eens goed. Als je dit niet doet, dan gaat Myotopia er alsnog aan. En bovendien, dan zitten jullie met de twee hier voor altijd vast. Hoe lang wilt ze gaan wachten met haar krachten terug te nemen? Ja, ik denk dat dat veilig is, maar... Logan, jij weet ook wel dat dit geen slimme zet was voor Vlinder. Maar door omstandigheden snap ik dat ze die keuze heeft gemaakt. Maar ze wist niet dat er consequenties aan vastzaten. Patrick, Vlinder wil het niet hebben. Dus dan doen we het ook niet. Logan, wat is dit nou? Ik ben dit echt niet gewend van jou, dat je zo van de regels bent. Wat bedoel je daar nou weer mee? Niks, laat maar. Patrick, ik snap dat je Vlinder wilt helpen. Ik ook. Maar als zij het niet wilt, dan kunnen we haar moeilijk dwingen. Ja, dat snap ik, Logan. Patrick, we gaan weer even verder zoeken, oké? Is goed, Logan. Het spijt me, Logan. Ik moet dit doen. Heb eens. En nu naar Vlinder toe. Oh, Patrick, nu je hier toch nog bent. Logan. Hm? Ik denk dat Patrick weg is. Oké, dat is raar. Normaal zegt hij wel gedag. Logan? Wat is er? Diamant is weg. Wat? Patrick, hij heeft hem meegenomen. Logan, ik denk echt dat hij het meent. Anders doet hij dit niet. Ik hoop dat hij weet wat hij doet. Spijt me, Vlinder. Ik weet dat je dit niet wilt.
Ik moet het doen. Patrick! Ik kom naar een momentje. Mooi, dat is ook gelukt. En nu snel de diamant weg. Patrick, wat ben jij aan het doen? Niks. Wacht. Waarom heeft Vlinder haar normale kleur weer terug? Geen idee, eigenlijk. Ik ging kijken en ze was al zo. Vreemd. Maar je riep me? Ja, klopt. Ik had iets gelezen. Als Vlinder haar kracht kwijt is, dan is het balans tussen de wereld ook weg. Kristin, en als dat gebeurt, dan heb jij geen wereld meer voor jezelf. Dus, Justin, ik denk niet dat het echt handig is om het te doen. Maakt niet uit. Het trekt zich toch weer recht als ik haar krachten heb. Justin, dit kun je toch niet menen? Wil je echt het risico nemen? Sinds wanneer ben jij zo meegaand? Je werkt voor mij, Patrick. Prima, Justin. Waar moeten we beginnen met zoeken? Waar zou Mikey Vlinder hebben gelaten? Misschien op een plek waar we het minst verwachten om te zoeken. Wacht. Misschien kan ik kijken of de natuur weet waar Vlinder is. En jij praten met de natuur? Ja, de bloemen en de bomen vertellen me even, joh. Oké, breef. Kijk maar. Ik zie bomen, bloemen, een groot gebouw. Waar zou dat nou weer zijn? Blijf kijken, Brave. Dit gebouw heeft een hele grote koepel met een grote verrekijker, geloof ik. Heb jij een gebouw die dat heeft? Laat me even denken. Verrekijker. Wacht, er is een gebouw met een hele grote verrekijker. En dat is? Hoe heet het nou? Die kijkt naar de sterren. Wacht, volgens mij is dat de sterrenwacht. Dat ja. Maar hoe gaan we daar naar binnenkomen? Ik bedoel, Justin en Mikey zullen daar ook zitten. Klopt, het is jammer dat Toby hier niet is. Die had ons onzichtbaar kunnen maken. Ik denk dat Toby ook vast zit in die wereld. We hebben Toby hier echt voor nodig. Maar dan moeten we te lang wachten, want als Toby daar vast zit, dan kan het nog wel even duren voordat die deur open gaat. Goed punt, Leeslus. Vlinder! Mikey, wat is er? Ik hoorde dat je grijs was, dus ik maak me een beetje zorgen. Alles is goed met mij, Mikey. Maak je maar geen zorgen om mij. Maar je hebt gewoon je kleur nog. Hoe bedoel je? Wacht, dit kan niet. Ik heb mijn krachten terug. Je had je krachten weggedaan? Ja, ik heb ze in een diamant gestopt. Alleen iemand met een goed hart kan hem gebruiken. Maar wat is er gebeurd? Patrick, ik had nog zo gezegd tegen hem dat ik dit niet wou. Nu heeft hij de kans om mijn krachten te pakken. Gelukkig heeft hij die tiara niet. Misschien net dat omdat hij wist dat je niet langer meer zonder kon. Wat doe je hier? Patrick, wat heb je gedaan? Ik heb nog zo gezegd dat ik die niet wil. Waarom heb je het dan toch gedaan? Vrienden, zonder je krachten is de balans weg. En dan zou Metopia alsnog in gevaar komen. Dit was niet jouw beslissing om te maken, maar die van mij. Nee, ik laat niet weer iets met jou gebeuren, Vlinder. En bovendien, Logan en Toby zaten vast in de droomwereld. Wat? Dus ik moet wel iets doen.
Oké, Patrick. Vlinder, als je de kans krijgt, ga dan even naar Logan toe. Want die maakt zich erg zorgen om je. Is goed, Patrick. Dankjewel dat je toch niet naar me hebt geluisterd. Ga maar snel naar jullie plekken, want anders heeft Justin of die andere Mike jullie door. Is goed, Vlinder. Ik hou van je. Dank voor jou, Patrick. Zo, dus je was je krachten heel even kwijt. Hoe heb je dat gedaan? Gaat je niks aan? Vlinder, ik kom er wel achter. En dan kan ik je krachten afpakken. En voor mijn plannen gaan gebruiken. Vonden jullie deze aflevering nou leuk? Oh. En heeft Patrick echt een goede keuze gemaakt om dit te doen? Komt Mikey dan alsnog niet aan de krachten van Vlinder? Jullie zien het de volgende keer in Goede Vlinder, Slechte Mikey. Hey! Nou. Was ook een goede Mikey. Ja, maar op dit moment ben jij de slechte. Dus. Hey, like, reageer, abonneer. En als jullie nog een leuke suggestie hebben voor de volgende komende afleveringen, laat ze gerust even achter in de Discord. In het linkje hier beneden. Doei, tot de volgende keer. Doei.